leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo meteen naar mijn stage toe. Niet om stage te lopen, maar om mijn benen te laten IPL'en. Want bij mijn stage kan je dus IPL doen. Dat is een soort laseren, maar dan minder pijnlijk. En ik ga mijn benen vandaag doen. Ik doe altijd al mijn oksels op stage. Maar ik ga nu dus ook voor de tweede keer volgens mij mijn benen laten doen. En ik zie echt wel kale plekken op mijn benen na één keer. Dus dat is echt helemaal top. En daarna ga ik even met een keer de stad in, omdat vrijdag... Vrijdag hebben we een feestje van Zoe, die wordt 18. En het thema is dus High School Girls. En Keur en ik willen samen als Mean Girls. Dus daar moeten we even een outfit voor scoren. Gaan we gewoon even bij de Primark kijken. Dus dat gaan we doen. En we moeten nog even kerstcadeautjes halen. Bij de Bijenkorf. Eentje voor mijn broertje, eentje voor mij. Zoals jullie misschien kunnen zien, vorige week vlog was die niet heel bijzonder. Maar dat komt dus omdat ik vanaf deze week, als jullie dit zien, elke dag een video ga uploaden. Gisteren is als het goed is sieradenstash online gekomen, vandaag weekvlog. En dan voor de rest van de week komen er ook weer allemaal leuke video's online. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar of dat me gaat lukken en of jullie dat allemaal leuk vinden en zo. De meeste video's heb ik al af. Ik moet er nog een paar filmen, maar dat komt wel goed. Ik krijg ook heel erg vaak de vraag of ik vaker wil laten zien wat ik aan heb. Dus bij deze trui van Chiquelle, ketting van Joy van M&M Boutique en gewoon een zwarte flarebroek. Die is van Sting. Dus het is nu 10:30. Ik ga over 10 minuutjes weg en dan zie ik strakjes in de stad. Het is niet echt heel erg lekker weer. En als je geluid hoort, mijn laptop staat daar om even een video te opslaan. Dus ja, even als je me vorige week nog niet hebt gezien ook, heb ik mijn kamer veranderd. Mijn bed staat nu hier naast mijn raam. En dan staat daar mijn kastje. En hier zo staat dat groene kastje. Maar ik moet wel echt even mijn kamer op gaan ruimen en ik moet niezen. Nee, toch niet. En dan iets wat ik echt niet leuk vind, maar ja, we kunnen er niet echt iets aan doen. Keer en ik zou de aankomende zaterdag naar Parijs gaan. Dat hadden we toen via vakantieveilingen. Alleen, ze geven een negatieve reisadvies voor Parijs. En omdat er allemaal rellen zijn, allemaal gedoe. Dus ik ga straks vakantieveilingen even bellen om te kijken of we wat kunnen regelen. Maar ja, zaterdag gaat Parijs dus niet door. En daar wilde ik ook een hele leuke video over maken, maar dat kan nu dus ook niet. En vind ik echt heel erg jammer. En ik moet weer niezen. Oh, komt niet. Zo irritant als je moet niezen en het komt niet. Het is echt, ah... Maar in ieder geval, Keur en ik gaan nu dus niet naar Parijs. En vind ik echt heel erg jammer. Maar we gaan waarschijnlijk dan gewoon ergens anders naartoe. Amsterdam, Antwerpen. Een leuke outlet of zo. Dus we gaan wel een leuk dagje ervan maken. Alleen, we hadden gewoon echt heel erg graag naar Parijs gewild. En dat kan nu dus niet. En over vakantieveilingen gesproken. Voor de mensen die mij kennen weten dat ik een... Waarom zoomt hij opeens in? Dit is heel eng. Zoom er weer even uit. Ja, dank u. Voor de mensen die mij kennen of vaker mijn vlogs kijken, die weten dat ik een 2-persoonsbed heb. Maar ik heb hier een deken eroverheen liggen. Maar eronder liggen dus eigenlijk 2 losse 1-persoonsdekbedden. En gisteren op vakantieveilingen heb ik dus een 2-persoons 4-seizoensdekbed gekocht. Van 2,40 bij 2,20. Veel te groot voor mijn bed, want mijn bed is maar 1,40. Het is maar een twijfelaar. Maar dan heb ik eindelijk een 2-persoonsdekbed. En... het kwam er gewoon eigenlijk nooit van. Want toen ik dit bed kreeg, toen hadden we 1-persoons dekbed. Dus hadden we die er gewoon even opgelegd voor tijdelijk. En ondertussen zijn we alweer 2 jaar verder. Dus ik heb die gisteren weten te bemachtigen. En dan moet ik ook nog even een dekbed overtrekken voor hebben. Dus misschien dat ik straks bij de Primark een leuke zie. En anders koop ik er gewoon eentje bij de H&M. Daar hebben ze ook hele leuke. Ik heb echt hele rode wangen. En ik zie alweer dat ik 5 minuten onzin aan het praten ben. Dus ik ga de camera uitzetten. Daar was dat. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Net bij de Bijenkorf een cadeautje gekocht. Keer, sta je nog eruit? Ja. We zijn onze outfit aan het scoren voor Zoe de verjaardag. Maar je ziet het niet in dit licht. Zie je? Een beetje, maar het is echt fel. Maar het is echt fel roze. Echt niet normaal. En we gaan dus als Mean Girls. Ik zie het op mijn foto. Wacht, er even inzoomen. Dan staat hij scherp. Meestal, ja. Oh ja, bij jou zie je het wel. Jouw foto. Wel, roze. Maar dit wordt onze Mean Girls outfit. En dan alleen nog even kijken voor een haarband eigenlijk. Zo. Ja. En dan, wat hebben Mean Girls nog meer? Zo'n heel klein kuttasje, weet je. Zo'n, maar zo'n mini armtasje. Hoe zet ik vanavond toch ook aan? Kan wel. Dit shirtje kan je toch op die gouden broek doen? Dat is wel lekker fout.
ik vind het wel. Oké, ik ga me omkleden. Ik ga het heel snel uittrekken. Oké, ik ben terug van de stad met de keur. Ik ga even mijn jas uitdoen. En even aan jullie laten zien wat we nou uiteindelijk hebben gekocht. Ik heb ook deze gekocht. Deze zijn echt kapotje lekker. Maar we hebben dus vrijdag het verjaardag van Zoe. En het thema is dus High School Girls. En wij willen samen als Mean Girls. Dus we hebben als eerste dit geruite rokje allebei gekocht. Ik heb hem in maatje 36. En was 11 euro. Dus die. Dan voor daarbovenop hebben we deze top. Vel roze. Ik heb hem in een maatje XS en was 8 euro. Dan voor daarbij deze pareloorbellen. En dan als laatst deze sokken met zo'n roeselrandje. Want ik ga dan deze schoenen aandoen. En ik vind het wel gaaf als dit dan zo erbovenuit steekt. En voor duidelijkheid, ik zou dit nooit van mijn leven in mijn vrije tijd aantrekken. Nooit, maar het is een soort pyjama of een verkleedfeestje. Dus vandaar. Ik heb ook mijn eigen kerstcadeautje gekocht. Ik heb niet kerstcadeautje voor mezelf gekocht, maar hoe heet dat? Dit krijg ik van mijn vader voor de kerst. Alleen online was deze tas uitverkocht. Dus ja, en hij had zelf geen tijd en zo om naar de stad te gaan. Dus ik heb hem even gehaald. En ik heb hier een pakketje van de Bijenkorf. Want hier zit Milan's kerstcadeautje in. Dus die ga ik ook even openmaken om te kijken of die helemaal klopt en zo. Het is nu... Even kijken. Het is nu 11:50. En ik ga even mijn vlog voor morgen bewerken. Vanavond moet ik weer dansen. En ik ga even het cadeautje onder de kerstboom zetten. Want er staat nog niks onder. Ziet er ook zo zielig uit. Het is echt... We hebben dat normaal nooit. Het is een week voor kerst en er staan nog geen cadeautjes onder. Maar het cadeautje van mijn broertje hebben we ook besteld. Want hij wist ook nog niet wat hij wilde. Het cadeautje van mijn ouders moet nog inpakken. Dus vandaar. Zo. Mooi plekje onder de kerstboom. Dit is trouwens onze kerstboom. Hij staat nu niet aan hoor. Maar we hebben allemaal een bal met onze naam erop. Die van mijn moeder en mij is roze en van mijn vader en broertje is blauw. Met zeg maar Disney en zo. Heel schattig. En voor de rest hebben we allemaal witte ballen. Een soort van wannabe sneeuwvlokjes of zo. En deze is dus van mij. Die heb ik dus vroeger uitgekozen. Dit is een ballerinaatje. Echt vet schattig. Dus die. Leuk, goed verhaal. Ik ga even wat drinken pakken. Ik heb echt ontiegelijke dorst. Dat is echt niet normaal. En we hebben nog taart van mijn vader gisteren. Want die was jarig. Dus ik ga taart eten, wat drinken. En dan de video bewerken. Wacht naar de vloggie. Oh. We gaan lekker dansen. En we hebben net geoefend, maar we snappen er echt geen reet meteen van. Of een lampschijner. We snappen er echt niet heel veel van. Let's go. Want Nou, niet heel veel. We snappen helemaal niks van. Kijk, na elke dansles maken we een filmpje zodat je thuis nog verder kan oefenen. Maar dit filmpje, niemand kende het. Dus ook... Holy cannoli. Oh my god. Oeh. Niemand. Oh man. Niemand kende het. Dus dat filmpje is ook niet goed. Dus je kan het ook niet van iemand leren. Dus waarschijnlijk komen we eraan en kent niemand het. Nou. Zijn tenminste niet de enige. Dat is waar. Dat is top. En het laatste kwartier gaan we lekker met alle vreten. Want het is de laatste les voor de vakantie. En Melissa en ik heb al van zijn lobby. En Jenny gaat niet mee, want die voelt zich niet zo lekker. Dus ga lekker met z'n tweeën. Hey. Ik ben weer thuis van dansen. En ik heb even al mijn spullen naar beneden, naar boven gehaald. Want mijn laptop lag beneden, want mijn vlog was even aan het werken. Kijk even hoe schattig dit kerstboompje is. Nou, het is niet echt een kerstboompje. En ik heb hier een effe hangen en een emmetje. Die had ik vorig jaar bij de doekklas toen meegenomen. Ik wil je gaan pakken. En jongens, deze snoepjes. Echt mijn favorietjes. Ik ga even... Jeetje. Kan toch niet zo zijn dat ik zo vaak uitgeput ben van die trap. Dat is niet oké. Ik ga even lekker op bed liggen. Want mijn rug doet echt heel erg pijn. Ik weet niet hoe het kan, maar... Het doet heel erg pijn. En dan ga ik even lekker... Ex on the Beach kijken van gisteren. Want dat zouden Miel en ik eigenlijk gaan kijken. Maar we waren eigenlijk ook een soort van... vergeten te kijken, dus dat ga ik nu even lekker kijken. En even YouTube filmpjes. En dan, oh, ik krijg mijn schoen weer niet uit. Even YouTube filmpjes. En dan ga ik straks lekker slapen. Want ik moet morgen weer de hele dag naar school toe. En donderdag is pas de eerstvolgende dag
dat ik uit kan slapen. Dus ik ga lekker vroeg slapen vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik was dus even mijn make-up er aan het afhalen en ik wilde het weer filmen. Maar toen was mijn camera weer een soort van uitgevallen, want er staan te veel video's op mijn camera. Echt, ze staan er nog op sinds november of zo, dus die ga ik er even afhalen. Anders krijg ik dat elke keer als ik aan het filmen ben, dat die dan uitvalt omdat mijn geheugen nou vol is. Dus ik ga even alle video's vanaf gisteren tot november eraf halen, zodat ik weer even ruimte heb. Ik heb even mijn gezicht schoongemaakt met deze reinigingsmilk van L'Oreal en daarvan ook de tonic. En echt jongens, ik heb deze 2 weken geleden gekocht. Ik gebruik hem nu 2 weken en hij is echt top. Mijn huid voelt zo lekker zacht. Het is gewoon, het is echt top. Dus zoek je nog iets nieuws? Want ik gebruik de eerste tijd die van Garnier. Maar ik vind deze echt beter dan die van Garnier. Ik vind deze echt top. Ik ga even video's afkijken. Het is nu 10:55 en dan ga ik lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik moet zo meteen naar school toe. Ik ben echt super moe. Misschien kan je het ook wel zien. Het is 9:15. Dus op zich heb ik wel een beetje uit kunnen slapen. Ik moet vandaag tot 4:00 of 5:00 naar school. In ieder geval 1 van de 2. Maar ik denk dat we niet zo heel erg veel gaan doen. Want het zijn de laatste 2 dagen. Voor de kerstmorgen hebben we ook, gaan we lekker eten met z'n allen. Loodjes getrokken. Dus dat is echt heel erg gezellig. Wat ik aan heb is deze trui van de Zara kinderafdeling van vorig jaar. Dus ik denk niet dat ze die nog hebben. Een spijkerbroek of grijze spijkerbroek van de Pieces. En ik doe gewoon mijn zwarte Cinderella-laarsjes erbij aan. En dan mijn winterjas. Want het is niet echt heel erg lekker weer om nou een ander jasje aan te doen. Dus ik doe gewoon lekker mijn winterjas aan. Ik moet over 20 minuutjes weg. Dus ik ga nog even goede tijden kijken op mijn telefoon. Ik heb mijn tas al ingepakt. En gisteravond heb ik echt alleen maar het liedje van Femke en Ronnie geluisterd. Van Alleen voor jou of zo, dat kerstliedje. En ik vind hem zo leuk. Ik vind het echt een heel erg leuk liedje. Maar oké, ik ga nu nog even een beetje bijkomen. Terwijl ik goede tijd aan het kijken ben. En dan ga ik naar school toe. Ik ben thuis op school en ik heb een pakketje binnen. En het ziet er naar uit dat de scrunchies zijn van AliExpress. En dat ze echt top zijn, want ik wacht echt al heel lang op die dingen. Ik heb er wel eentje binnen gekregen. Die kan ik even laten zien. Een zwarte, maar ik wilde dus heel graag kleine scrunchies, want dit is dus een kleine. En eerst had ik grote, dus die kon ik niet echt leuk in mijn haar doen. Maar deze zijn echt top voor mijn formaat haar, want ik heb niet zo heel dik haar en zo. En ik ga nu even deze openmaken, want ik hoop echt dat die erin zitten. Oh. En ik heb mijn jas nog aan, want ik wilde gewoon per se dit gelijk openmaken en filmen. Dus vandaar. Ja! Oh yeah. Er zit ook een heel lelijk elastiekje bij. Die heb ik niet besteld. Dit zijn ze. Dit is echt top. Ik zat er echt toevallig vandaag nog te kijken op de AliExpress. Op zeg maar die zending niet meer naar ze binnen zouden komen. Ik heb namelijk deze beige besteld nog. Een beetje donkergroene is die. Een beetje, ja, hoe noem je deze kleur? Een beetje zeegroen of zo. Een beetje zeegroenblauw. Dan nog eentje die zit een beetje tussen roze en paars in. Een beetje zo'n oud roze kleurtje. En dan nog een bordeauxrode. Dus ik heb nu 5 scrunchies en ze waren 1,03 euro of zo per stuk. Dus dat is echt top. Gewoon een chille zwarte. En deze twee, die groene en die rode, vind ik echt heel erg leuk voor de feestdagen. Dus dat, want ik hou echt heel erg van scrunchies. Maar ik had er eigenlijk maar 2 grote. Dus nu is mijn collectie erg aan het uitbreiden. Ik ga dit even weggooien. Jas uitdoen. En vanavond ga ik weer sporten met Zoe. Dus dat is echt heel erg gezellig. En morgen is Zoe, ja, morgen wordt ze 18. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Voordat ik ga dansen wil ik nog even iets laten zien. Want we hebben natuurlijk vlot. En de docent op school weet dat ook. En er is dus 1 docent. Een man. Ik kende hem verder niet. Maar ik kwam hem vandaag uit de klas halen. Charles niet op school. En hij zegt, ja, ik hoorde van je mentor dat jullie een bedrijf zijn gestart en dat jullie pakketjes verkopen. En ik heb iets met mijn vrienden bedacht, namelijk een fris pakketje. Dat zijn dus een soort zakjes met geurtjes. En die kan je dus
in het pakketje doen. Waardoor je bestelling lekker gaat ruiken. En mensen gewoon aan jou denken als ze die geur ruiken. En toen heeft hij dus twee pakketjes meegegeven. Om dus uit te proberen in de vlaspakketjes. En ik wil dus het aan jullie laten zien. Hij zei ook niet van wil je het proberen. Hij duwde gewoon in mijn handen zo van hier probeer maar. Maar ik vond het op zich wel echt heel erg lief. Zo ziet het eruit. Dit is fris pakketje. We keep your parcel smelling lovely. En hij zei dat deze geur wat voor de oudere vrouwen is. Of althans ouder. Meisjes tussen de rond de 20. En dit was een geur voor de jonge meisjes. En dit is dan een lila pakketje. En het heet dus fris pakketje. En ja, ik ben dus echt heel benieuwd. Maar Charles is niet op school, dus ik kon het niet aan haar vragen. Maar ik denk dat zij het ook wel leuk vindt om uit te proberen. Om te kijken wat jullie daar reactie ook en zo op is. Ik ga het even terug in die zak doen. Ik ga sporten met Zoe. En oh, dit is wat ik aan heb. Gewoon een shortje van Zoe Carson. En aan de achterkant staat Young... Oh, Young Gun. Maar die is dus van zo'n sample sale heb ik die gekocht. Dus die is niet... Oh, curry. Die is dus niet meer te kopen in de winkel of iets. En gewoon een sportlegging van de H&M. Ik ga net die pakketjes... Die frisse pakketjes terug in het zakje doen. Anders ligt het weer door heel mijn kamer heen. Nou, dat doe ik zo wel als ik mijn handen vrij heb. En die scrunchies, jongen. Ik vind ze echt leuk. Ik moet eigenlijk even een bakje kopen waar ik ze in kan doen. Maar ik vind die roze ook zo schattig. En die groene en... I love it, I love it. Ik denk dat het ook heel erg leuk is als je hier... Als je hier zo een staart maakt. Zeg maar de onderkant los. En dan zo hierboven zo die screen. Oh, ik kan dat ook weer helemaal niet. Oh, ik val hem. Zo. Maar ik heb dus echt heel erg dun haar. Waardoor het er heel vaak gek uitziet bij mij. Ik weet niet of ik het... leuk vindt bij mij. Maar heel veel mensen doen dus ook een staart bovenop hun hoofd hiermee. Ik weet ook niet of ik dat leuk vind. Waarschijnlijk ziet het er bij mij uit als een ananas of zo. Als ik dit doe. Kijk, mijn haar is hier gewoon te kort voor. Zie je? Want nu heb ik gewoon van die zielige... Dit is echt heel zielig. Kijk dan, die zielige plekjes. Mijn haar moet daar echt veel langer voor zijn. En wat nou als ik alleen de bovenkant zo doe? Dat zie ik ook nog wel eens namelijk. Dat mensen gewoon dit doen. Oh, dat ziet er ook echt niet uit bij mij. Sorry. Het kan echt niet. Nee, dit kan niet. En misschien een leuke staart naar achter of zo. Gewoon een staart. Ja, daar zijn die elastiekjes sowieso chill voor. Ja, ik heb gewoon echt... Ik weet niet, ik heb gewoon heel dun haar. Wat echt heel vervelend is, maar goed. Ik ben alweer veel te lang aan het kletsen. Ik moet echt even gaan opschieten nu, want ik moet Zoe om 7:30 halen. En het is nu 7:15, dus ik ga opschieten. En lekker sporten en dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb maar 41. Het is vandaag woensdag en we zijn op school. Zo zit het ook. En we hebben vandaag... Is dat wel een flieke uit? Ja. We hebben kerstviering. Of kerstviering? Ja. Is het? Ja, het is geen Sinterklaas. Ja, Sint-Kerstnieuw. Ja, ik heb donuts gehaald. Kijk even feestje, hoe lekker dit eruit ziet. Bij de Albert Heijn. En het was, ik ging al zelf weg. En ik was... En ik heb zelf getrokken met een loodje, maar dat weet ze. Sorry. Ja, wel, maar die zit bij de wellness, dus die komt om 2:00. Ziet er kapot lekker uit, hè? Want ik dacht, er zaten ook andere met chocola, maar toen dacht ik, nee, deze zijn veel te schattig. Ja, nee, deze is chocolade. Het is very cute. En gisteren hebben we heel dag niks gedaan op school, vandaag waarschijnlijk ook weer niet. Want straks hebben we Nederland. Gisteren niks gedaan? Nee, we hebben bij alles films gekeken en de laatste les moordenaar gespeeld, maar dat was ook kapot leuk, ja. Oh, dus een heilig. Nee, heilig. Nou, we hadden voor ons eentje bedacht en dat was echt overzicht. We waren een prostituee. Het moordwapen was een vibrator en het was gebeurd in de bosjes. Oh, en je moest uitbeelden. Ja, en die man zat er gewoon bij, hè? Oké, okay, was het. Ja. Nee, lekker. Ja. Wel gek met die spekjes erop. Even deze dichter voordat ik hierboven ga kwijlen.
En de rest zit nog moet even. Deze moet je een beetje even heel kort in de maag voelen. Ja, dan wordt dat smert dat. Dat is echt kapot lekker. Ik vind maar, dat... Weet je wat ik denk gewoon ga doen tijdens de les? Ik ga hem gewoon in drieën snijden, dat we allemaal mini-stukjes hebben. Ja, dat is beter. Ik heb echt 24 cakejes gemaakt. Ik doe soms stroopwafels. We hebben 24 kinderen in de klas. 23, maar er zijn 3 in het buitenland. Ik ben volwassenen. Zag jij dan? Ik ben volwassenen. Dat zo? Kijk, ik heb een kerstmuts. Ik heb een McDonald's. Maar, zou je er niet in? Ik ben niet zo als je het niet. Is die mooi? Het kan echt niet. Heel mooi. Fleur, je bent zo knap zeg, met die muts. En ik heb lekker patatjes. Lekker frietjes. Is de vlog nu bezig? Ja, wil je erin, Ro? Ja. Ik heb het ook wel. Die vindt er al heel knap. Zo voker. Hoe moet ik inloggen? Ja, die kennen jullie al. Hoe moet ik inloggen met dit? Opnieuw beginnen? Nee. Wat is dat eigenlijk? Gewoon heeft die stuk mijn saus er nou bij gedaan? Ja. Van de saus vreten we niet. Hier nog. Dit is de frietsaus van de McDonald's. Oh, kijk je op de tafel. Allemaal patat. Hoe heet die? Dirk. Hey, zo beginnen we niet, hè? Hoe heet die? We zijn thuis wel sporen. Het was echt vet gezellig. Hè? We hebben echt heel lekker gegeten. En loodje gedaan. En ik zal straks thuis wel even laten zien wat ik gekregen heb. Want Roa had mij getrokken. Dat vond ik echt heel erg leuk. Want ik was echt bang dat het niet leuk iemand mij had getrokken. Of iemand zeg maar die mij had getrokken die ik niet kende. Of maar Roa had mij getrokken. Dus het was vet leuk. En we gaan weer even... Die mij had getrokken was er weer niet. Sjoerd heeft een ander cadeautje van de docent gekregen. Ik ben nu bij Sjoerd thuis. Partjes nog niet had gezien. En we gaan even alle retourtjes van Vlot even verwerken. En even alle nieuwe zendingen klaarmaken. Zodat we die op de post kunnen doen. En even alles bijwerken. En dan ga ik straks naar huis. En vanavond bij Mew slapen. Ik wil ook bij Mew slapen. Oh, en deze nagellakkleur. Die heb ik dus ook van Roog gekregen. Van de Hema. Kapotje mooi. En ja, ik mag zo de kamer niet filmen. Ik ben echt heel lang niet in de vlog geweest, heb ik het idee. Ik mag zo de kamer niet filmen. Want ze vindt het een troep. En... iets heel erg leuks. Ik had het helemaal niet verteld, maar hoe heet dat? Een tijdje geleden had de Cosmo Girl dat tijdschrift gevraagd of ik een stukje wilde antwoorden voor in hun tijdschrift. Dus ik sta in het tijdschrift van nu. Alleen ik heb mezelf nog niet binnen, maar Janette die stuurde dat naar mij, want zij staat er ook in. Ik wil even laten zien. Staat er dus een stukje, die hebben we allebei geschreven. Hier. Maar als ik thuis ben en ik heb hem ook binnen, dan zal ik het wel duidelijker laten zien. Maar oké, goed. Je moet straks even een foto erin zetten. Ja, want ik heb hem zelf nog niet binnen. Sturen. Maar ik heb hem zelf nog niet binnen. Ja, je hebt nog niet binnen. Oh, je had gekeken. Nee, ja. Dus kopen. Ik ben thuis van Char en we hebben even alle retourtjes gedaan. We hebben even alle nieuwe pakketjes ingepakt. We hebben de voorraad erbij gewerkt en alles. En ondertussen is het alweer 6:30 en donker buiten en ga ik zo meteen eten. Maar we gingen dus loodjes hadden we getrokken in de klas. En we gingen lekker eten. Ik heb wel het eten gefilmd, maar de rest mocht ik van de docent niet filmen. Of althans, dat mag niet gewoon. Mag ik dat niet filmen. Maar ik wilde wel even laten zien wat ik had gekregen. Oh ja, en ik heb trouwens bij de McDonald's deze muts gehaald. Maar ik heb echt geen muts over. Dit staat mij zo niet. Vroeger wilde ik altijd zo graag mutsen, maar het staat mij gewoon niet. Dus nou. Maar het is niet echt per se in McDonald's of Coca-Cola muts. Ik vind hem ook wel gewoon leuk of zo, maar oké. Het woordje praat kapot hard, maar oké. Jeetje, alsof hij aan het schreeuwen is. Maar oké. Ro had mij getrokken en Ro is echt een leuk kind. Dus ik was echt blij dat zij mij getrokken had. Met de loodjes. Even kijken hoor waar nou alles is. Wat ik gekregen had. Ik heb er best wel veel van haar gekregen. Nou ja. Waar is die nou? Oh, hier. Als eerst heb ik dus dit nagellakje van haar gekregen, wat ik al had gezegd tegen je. Dat is dus die kleur die ik op heb. Kijk, dit is kleur 01. Dus die van de Hema. Dan van Nivea heb ik dit masker gekregen. De intensief hydraterende
Masker Pure and Natural. Voor alle huidtypes. Deze. En dit zijn er zeg maar twee. Die kan je zo... Hoe heet dat? Scheuren. Ik weet niet waar die zit. Oh, hier. Kijk hier. Die kan je zo scheuren. En dan heb je er dus twee. Dan heb ik hem maar open gescheurd. Nee, top. En dan heb ik als laatste nog dit Dove zitje met een body wash en een mini deo. Dus dat is altijd super chill om te hebben. En dan hadden we ook van onze docent zelf nog een klein tasje meegekregen. Deze. Ik vind het heel schattig. Die. En daar zat dan dit in. Ik weet niet wat het is. Dus ik ga het nu even openmaken. Wat is dit? Cacao mix. Lekker. Cacao mix. En we hadden nog een kerstbal. Maar die is dus van chocolade. Die kan je dus eten. Kapot lekker. Dus dat. Wij gaan zo een avond eten. Ik ga lekker pasta eten. En ik ga ondertussen ook even mijn tas inpakken. Want ik ga dus vanavond bij Milan slapen. En morgen heb ik weer stage. En eigenlijk is het dus de bedoeling van stage dat ik in de vakantie ook stage kon lopen. Maar voor school is dat niet verplicht. En ik heb examens na de vakantie. En gewoon kerstvakantie is gewoon altijd druk. Want je hebt dus kerst, oud en nieuw, stage, werk. Dus ik had uitgerekend, stel dat ik stage gelopen in de vakantie, heb ik dus maar 2 dagen vrij. Of 3 dagen vrij. Om te leren en leuke dingen te doen. Nou, sorry, maar ik vind dat voor een vakantie gewoon echt heel weinig. Dus ik ga morgen wel een stage vragen. Of ik niet gewoon vrij kan krijgen in de vakantie. Want ja, het is gewoon niet verplicht van school. En ik heb ook gewoon nog mijn eigen ding. Dus als ik niet hoef in de vakantie, heb ik 7 dagen vrij. Dus dat is al ietsjes beter. Maar ja, ik ga dus even mijn tas inpakken. Ik kan me even laten zien wat ik altijd meeneem als ik bijvoorbeeld bij Miu ga slapen. Ik neem eigenlijk altijd standaard deze tas mee. Daar zit in mijn gezichtscreme van Kruidvat. Mijn gezichtscreme van Nivea. En wat ik dus doe, deze doe ik altijd onder mijn ogen en op mijn neus. Want die zijn altijd heel droog. En dan deze van de Kruidvat, die doe ik dus over de rest van mijn gezicht. Nou, de tandenborstel. Wel handig. Er ligt er ook eentje bij Miu, maar ik heb hem altijd bij me. Deze dus om mijn gezicht mee schoon te maken, die ik echt heel erg chill vind. Volgens mij heb ik dat in deze week vlog gezegd of in de vorige. Nee, volgens mij in deze. Dan ook de tonic daarvan. Die vind ik ook echt rete fijn. En dit spul gebruik ik voor mijn haar. Zo'n crème. En ik heb ook nog Bio Silk. Maar dat potje lekt bij mij. Dus die kan ik niet meenemen. Dus dat is een beetje jammer. Maar dit is eigenlijk altijd standaard qua verzorging wat ik meeneem. Watjes heeft hij daar. Dus dat hoef ik niet mee te nemen. En dan gewoon kleren voor de dag daarna ondergoed. Dat is het eigenlijk wel. Dus... Goed verhaal. Misschien dat ik die maskertjes vanavond meeneem. We kunnen even een maskertje opdoen. Misschien. Oké, ik ga nu even mijn vader helpen met eten maken. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik moet zo meteen naar stage. Ik ga even een paar sokken pakken. Want die wil ik aan. Ik ga warme dikke sokken. Want daar in de avond is het altijd best wel koud. Vind ik lekker warme sokken aan te hebben. Ik heb mijn haar eens in een start gedaan. Met zo'n scrunchie. Maar eigenlijk is mijn haar echt veel te vet. Maar ik kan dus nergens mijn droog shampoo vinden. En ik heb ook echt geen tijd meer om te wassen. Want het is nu 10 voor 11. En om 10:15 moet ik weg. Dus dat is een beetje bout. Maar goed. Ik had vannacht bij Miel geslapen. En het was echt heel erg gezellig. We hebben vannacht zo hard gelachen. Echt allemaal stomme dingen eigenlijk. Nou, grappige dingen. Dus dat was echt heel erg gezellig. Vandaag loop ik dus weer stage. Tot 9 uur. Best wel laat. En ik ben ook best wel moe. Dus ik hoop dat ik deze dag ga volhouden. En dat deze 2 dagen snel voorbij zijn. Want dan is het lekker vakantie. Morgen hebben we natuurlijk verjaardag van Zoe. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Maar ik ben ook wel weer blij als ik morgenavond lekker in mijn bedje lig. Keer en ik gaan trouwens niet naar Parijs. Ik heb dat al verteld. Maar we gaan niet naar Parijs. En ik vind het echt heel erg jammer. Maar we gaan waarschijnlijk dan naar Amsterdam. Of een outlet in Roermond ergens of zo. Ik ben nu nog even goede tijd aan het kijken. Die duurt nog 6 minuten. En over 6 minuten is 11 uur. Dus heb ik nog een kwartiertje om me klaar te maken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Dan naar stage. En dan zie ik jullie vanavond pas weer als ik thuis ben. Oké, jongens. Ik ben terug van stage. En het was vandaag zo druk. En morgen is het nog drukker. Het is nu 10:15.
ik ga heel snel douchen en dan ook heel snel slapen. Want morgen moet ik echt alweer om 6:30 opstaan. En dan heel de dag een stage van 9 tot 6. En dan daar heb je dat van Zoe. Dus sorry dat ik vandaag niet zo heel veel heb gefilmd. Maar ik zal morgen meer filmen op het werk van Zoe. Ik ga ook alvast even mijn tas inpakken. Want ik ga gelijk uit de stage naar Zoe. Ik moet wel andere spullen bij me hebben. En slaap lekker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdagochtend. Het is 7:15. En ik ben net wakker. Net ik heb mijn make-up al gedaan. Dus je ziet er echt heel mooi uit. Ik ga even mijn haar doen. Want er ook zo meteen een stage geen tijd meer voor. Naar Zoe gaan. Of een mandarijntje eten, want ik heb echt heel erg veel buikpijn. En het wordt echt heel erg druk vandaag op stage. Dus ja, ik ga dit allemaal even doen. Nu stage lopen en dan zie ik jullie vanavond bij Zoe. Ach, waar gaat dit? De beste vriend van Zoe. Ja, ik heb met jou die vriendinnetjes allemaal. Vriendjes. Ja. Vriendje. Een cadeautje gekocht voor jou. Oh, wat leuk. Ja, we houden heel veel van je, maar dan van kort gefeliciteerd. Ik ben klaar. Oh, ik ga zitten hoor. Moet je nog een liedje zetten? Ja, ja, ja. Ja, doe straks maar Chutney. Oké. Oh my god, ik vind het heel spannend. Ja, ik ook. Waar moet je dan? Oh, ik maak een fout. Ik snap dit weer niet. Mag je dat het houden? Zo, hier zo! Oh, het werkt! Je moet hier, hè? Oh, kijk, het is open. Oh, nog iets open, maar straat open! Het is gewoon één kop papier. Maakt het wel spannend. Bijna. Ze weet het al. Skatjes! Ja, hoor. Welke? Ja. Welke denk je? Lip dat? Kijk, jij hebt wat kiezen. Je wat kiezen. Oh, mooi. Echt mooi ingepakt door de bijenkorfie. Dit is goed hoor. Romy, werk toch? Ja! Zaterdag een keertje lekker blijven slapen. En ik ben zelf bruiner aan het zoeken. Waar heb ik dat gelaten eigenlijk? Misschien hier. En dan moet je het eerst op een wasser doen. Ja, ik heb zo'n speciaal doekje nu gekregen. Zo'n zwarte? Ja. Maar, nou, waar heb ik dat gelaten, dat spul? Maar fucking wel. Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Maar je moet het wel echt goed ook hier, hè? Wel. Anders krijg je vlekken straks. Maar we moeten eerst wel een beetje verdelen. Het ruikt wel lekker. Oh my god, kijk hoe het er nu uitziet. Nou, ik vind het best mooi eigenlijk. Wel goed je oren doen ook, hè? Ja. En gewoon je ogen zo eroverheen. Ja? Ik kom... Sorry al van keer. Oh. Fleurman, ziet er niet uit. Oh. Ik weet niet of die aanstaat, maar... Ik heb een beetje plukje. Oh my god. Een goed boenen. Yeah.
Oké. Kijk, Fleur kan dus precies zo staan en dan praten, ik niet. Oh, erg. Nou, als ik nu in de spiegel kijk zo. Zo valt het wel mee. Ja, zo valt het wel mee. Maar in het... Ja, op kamer ziet het er wel beter uit dan op in het echt. Jezus Christus. Ik plak gewoon. Fleur weet trouwens niet dat ik aan het filmen ben nu. Hij stond nog aan. Door beneden bij de bloemen. Kijk! Zie je een lijn? Ja. Oh my god, ja. Ik moet even nog verder gaan uitsmeren of zo hoor. Oh, dit ken ik niet. Wat is dit dan? Tanning milk. Zal het helpen? Oké, ik ben nu dit erop aan het doen. Met het spul. Ik vind het niet zo lekker leuk alleen. Nou, dit was leuk voor één keer. Maar die ga ik niet meer doen. Komt. Het is mooi geworden.